Ja. Helemaal goed. Hey Dirk, luister eens, voor de mensen die niet weten, de Piratenpartij, wat houdt dat in dan? Wij hebben drie hele belangrijke punten. We willen het auteursrecht hervormen, zodat internet niet gecensureerd kan worden. We willen octrooien updaten, zodat de medicijnen betaalbaar blijven. En we willen dat de overheid de burgerlijke vrijheden weer respecteert. En een hele belangrijke vrijheid is het zelfbeschikkingsrecht van de burger. Dus wij hebben in ons verkiezingsprogramma ook staan dat marihuanagebruik gelegaliseerd moet worden. Niet alleen de voordeur, ook de achterdeur. En het moet gewoon een volwaardige bedrijfstak worden in Nederland. Kijk, ja, dat is absoluut heel belangrijk natuurlijk. En mijn luister is, als ik zo een beetje kijk, want ja, we moeten uiteraard toch de gemeenteraad uiteraard bedanken voor de snelle actie. Als je nou kijkt in Den Haag, ik bedoel de doelgroep in Den Haag die nu rustig in de coffeeshop zou zitten, dat zou allemaal ontwricht worden. Als je het zo allemaal bekijkt, dat is natuurlijk een hele slechte actie. Heel laat eerlijk zijn, ja toch? Ja, ik zie bij mij, ik kom dus uit de buurt van Breda, er is coffeeshop Sky High is gesloten. Een coffeeshop in Etten-Leur, daar komt nog maar een tiende binnen van wat er vroeger binnenkwam. Het is gewoon verschrikkelijk. En de straatdealers kom je overal tegen. Die staan gewoon op het schoolplein te dealen. Waar vroeger een coffeeshophouder verdomme goed wist dat hij helemaal niks kon verkopen aan iemand onder de 18. Ja, maar dat zien ze nou toch ook wel in dat dit allemaal gaande is? Of niet? Nou ja, je ziet onder Hoes, ik weet niet of het nou hypocrisie is of voortschrijdend inzicht. Maar hij heeft nog steeds niet de goede oplossing, want hij wil nog steeds een of andere vorm van pas hebben. En we moeten gewoon van die hele pas af. We moeten gewoon weer terug naar zoals het was. Dat iedereen in elke coffeeshop wiet kon halen. En dat je ook niet je toeristen wegstuurt uit Maastricht. Ik bedoel, we gaan toch ook niet de Floriade verbieden omdat er zoveel mensen op afkomen? Nee, natuurlijk niet. En ik bedoel, je gaat toch ook geen pas invoeren voor iemand die een wijntje wil bestellen? Laten we eerlijk zijn natuurlijk. Nee, zo betekent je de alcoholpas, de nicotinepas, de vetpas. Ja, dat moeten we allemaal niet hebben natuurlijk. Nee. Kijk, als je zo kijkt naar de wietpas, hoe nu verder? Wat zijn de vooruitzichten? Nou, 18 september wordt de nieuwe Kamer geïnstalleerd. En wat ons betreft gaat die dan gelijk een motie erin dat de uitvoering van de wietpas wordt stopgezet. En dat het hele verhaal wordt teruggedraaid. Wegens gewoon een ontzettend dom besluit van het vorige kabinet. Ja, het is een heel dom besluit inderdaad. Maar goed, zoals we al zeiden, de berichten zijn heel positief. Er is natuurlijk heel veel gebeurd. Omtrent natuurlijk deze actie. Op ontzettend veel plekken geweest, heel veel meestanders natuurlijk op dit moment. Dus wat dat betreft ziet het er goed uit. Heb je verder nog iets toe te voegen? Heb je verder nog ideeën? Ik sta hier voor een SP-bus. En het is belangrijk dat de SP erachter staat. Het is belangrijk dat de andere progressieve partijen erachter staan. Maar de SP die gaat het wel halen. Die gaan echt wel in de Kamer komen en die gaan hier tegen vechten. Voor de Piratenpartij wordt het kielen. En van ons weet je zeker dat wij ook na de verkiezingen bereikbaar blijven. Voor ons is het contact met de kiezers, met de leden, door de hele periode eenmaalzinnig belangrijk. Dus als je nou zometeen echte idealen in de Kamer wil, mensen die daadwerkelijk dissident durven zijn, die zich niet gebonden voelen aan fractiediscipline en die alle domme overheidsregels aan de kaak durven te stellen, stem dan morgen Piratenpartij. Ik ga in elk geval stemmen en als het even kan, Piratenpartij, lijst 11. Ja, absoluut. Waanzinnig applaus. Dirk, heb je nog iets aan toe te voegen? Is er nog iets waarvan je zegt, nou dat moet ik nog even kwijt aan de mensen? Voor mij heb ik alles gezegd wat belangrijk was. Ik moet politici niet te lang laten lullen.